Mijn naam is Sees van der Meijs en ik ben directeur bouw bij Hurks. Wij zijn hier in Maastricht op het terrein van het MEC, waar wij werkzaam zijn bij het project Einstein. En Einstein is een project waar 506 studentenwoningen worden gerealiseerd. Voor studenten die straks hier komen studeren in Maastricht en die op de hogeschool en de universiteiten terechtkomen. In dit project komt een stuk opgedane kennis van Hurks tot uiting. Waar praten we over? We praten dan over een hoog niveau van prefabricage, prefab beton, prefab gevelelementen en prefab badkamers. Plug and play worden deze geïnstalleerd straks in de ruwbouw. Dit is een duurzaam project. Duurzaamheid komt tot uiting in een hoge isolatiewaarde van gevels, dak en fundering. Buiten het gebouw is het terrein volledig waterabsorberend. Als hier een bui valt van 80 mm water in 24 uur, wordt dat volledig geabsorbeerd in het terrein met behulp van bijna 100 kuub aan lava-oplossingen in een wadi-structuur. Wat ook interessant en bijzonder is aan dit project, zo hebben we het ook in de selectie naar binnen kunnen halen, is de hoge repetitiefactor en de hoge prefabricagefactor van dit project. Onze woningbouwafdelingen hebben veel ervaring opgedaan met het prefabriceren van woningen. En die kennis hebben we hier maximaal uitgenut met 506 identieke studenteenheden die simpelweg in elkaar geknoopt worden op de bouwplaats. Dan neem ik jullie nu mee over de bouwplaats. Zoals je ziet wordt hard gewerkt, want deze laag moet er vandaag nog op. Bij Hurks gebruiken wij een strategische personeelsplanning. Daarbij kijken we ruwweg 3 jaar vooruit. De bezetting op het werk Einstein is als volgt samengesteld. Een vaste kern van Hurks medewerkers, projectmanager, hoofduitvoerder, aangevuld met eigen en flexibele professionals. Zoals je ziet moet er nog veel gebeuren, maar Einstein is bijna op hoogte.